iedereen. Ik neem even snel een korte video op, omdat ik belangrijke informatie heb. De laatste dagen, ga je misschien ook gemerkt hebben, maar zijn er weer hele grote bursts, massas, hoogvibrerende, dus hoogfrequente energieën die naar de aarde of aan het infiltreren zijn in de aarde. En één van de manieren waarop dat gebeurt is natuurlijk via ons lichaam. Afhankelijk van waar je staat in jouw frequentie, dan ga je gemerkt hebben dat je wat meer last hebt gehad om de frequenties en de energieën te gaan integreren. En dat kan gaan, zoals je weet, zelfs tot misselijkheid en echt ziek voelen, wat grieperig voelen en zo. Let altijd wel op dat je zeker bent dat het niet iets anders is. Dus ik ben geen dokter. Maar dus als je voor de rest geen fysieke ongemakken had, of er is niemand in je omgeving die de griep had of wat dan ook, dan kan je ervan uitgaan dat het daarmee te maken heeft. Dus de laatste dagen, dat was de human resonance, wat zeg ik? De human resonance, was zodanig hoog. En de frequenties die binnenkwamen, die gingen, waar moet ik dat zeggen, van 0 tot 100.000. Ik ken er niks van, maar dat is hetgeen dat ik hoor. Dus ja. Maar dus het belangrijke wat dat wel is om te weten en in mensentaal uit te leggen, is dat dus we die ontvangen via ons kroonchakra. En sommigen, afhankelijk van de soort frequentie en de functie van de energie die binnenkomt, sommigen zijn doorgegaan helemaal tot ons hartchakra en anderen zelfs tot in ons sacraal chakra. De afgelopen dagen, en ik dacht eerst dat het te maken had met het overlijden van mijn grootmoeder, maar blijkbaar niet, want ik was dus heel vaak momenten dat ik precies niet volledig in mijn bewustzijn was, dus niet volledig mij 100% kon focussen en in het nu zijn. Maar dat heeft dus te maken met die energie die naar de aarde gekomen zijn. Dus als je zegt van inderdaad, Lindsay, ik had het ook, ik kon mij ook niet concentreren, of iemand zei iets en ik luisterde wel, maar ik was eigenlijk onmiddellijk al daarna vergeten, of je wilde iets vertellen en midden in je verhaal is het zo bloep, blank, dan is de kans heel groot dat het vooral daarmee te maken heeft. Dus zo zeggen, je begint niet aan een of andere dimensie of geheugenverlies te leren, wat natuurlijk in sommige situaties wel zou kunnen, maar dus wat er vanuit gaat, nu niet. En dat heeft dus te maken met die hogere energieën. Dat kan dus ook zijn dat je de druk voelt op je hartchakra. Zeker bij mensen waar het hartchakra nog niet helemaal open is, of dat nog dicht is om gelijk welke trauma's, wonden, redenen, wat dan ook, copingmechanismen, kan dat heel pijnlijk zijn. En dan aan sacraal, dan kan je zien dat je lage rugpijn ervaart, bijvoorbeeld buikpijn ervaart, moeilijke stoelgang, of net heel constant op het toilet zit, dus dat je darmen eigenlijk letterlijk overhoop liggen. Het kan zijn dat je last hebt van je maag, dat je plots iets eet en dat je zegt van ik heb daar nu precies last van, ik heb dat vroeger nooit gehad. Dus dat zijn allemaal dingen die daarmee te maken kan hebben. Het beste in die situaties is om te luisteren naar je lichaam, om de rust te nemen en je lichaam eigenlijk de tijd te geven om zich aan te passen aan die hogere energieën. Hoe meer je dingen probeert gaan aan te pakken vanuit de mind en probeert te gaan begrijpen, hoe moeilijker je het voor jezelf gaat gaan maken. Dus, beste advies ooit, probeer en stop met dingen te begrijpen. Ga ervan uit en kweek jezelf de nieuwe gewoonte aan dat alles, of dat nu een obstakel is of wat dan ook, in leven komt, dat je de keuze hebt om het te gaan zien als een les, als een mogelijkheid om jezelf op een andere manier te gaan ervaren, om het leven op een andere manier te gaan ervaren en om jezelf, je ziel, je energie eigenlijk zo gaan uitbreiden. En als je dat kan, als je dan de knie hebt, dan zit je eigenlijk goed voor de rest van de rit. Dus, moet ik nog iets zeggen? Als je inderdaad last hebt, dan zou ik zeggen, ga naar de playlist van de, hoe heb ik hem ook alweer genoemd, Hielen met de universele vlammen, denk ik. Als ik mijn geheugen me niet in de steek laat. Dus ga naar de playlist op dit YouTube kanaal. En
je scrolt doorheen de gratis transmissies die ter beschikking gesteld worden. En je kijkt naar welk een dat jij, jouw ziel, dat je naartoe getrokken wordt. Welk een is je dat eerste in je opvalt. En die ga je mee aan de slag. En die ga je luisteren. Je moet dat niet doen. Het is een tip. Omdat ik weet hoe krachtig dat de universele vlammen zijn. En hoe hoger we energie gaan als collectief. Hoe hoger we energie gaan elk voor onszelf. En hoe meer ondersteuning dat ons fysieke lichaam natuurlijk nodig heeft. Dus, dat zijn de belangrijkste dingen die ik wou delen. Ik ga deze video uploaden en dan zie ik je in de volgende video. Daag!